Kijk eens aan, jongens. Ja. Welkom bij de match. De strijd barst los. De Sacker Boys tegen Freddy en Erik, de Spanish Inquisition. Ook al zijn ze net zo Nederlands als de Neen. Dit is voor ieders wat wils, volgens mij, toch? Ja. Het is mooi een beetje land, een beetje water. Even weer wennen aan het navigeren met het ding. Hé, hey, hoe kan Freddy Hera heten? Dat vroeg ik me net ook af. Ja, maar echt, heeft Hera zelf geen speciale tekens? Of heeft hij dat juist wel en kan Freddy daarom Hera heten? Heeft hij zoiets gedaan? Heeft het misschien met een Xbox-account te maken? Dat Freddy dat heeft aangemaakt of zo? Of een Microsoft-account? Of speelt Hera mee? Volgens mij kan je in-game naam wel veranderen ergens. Ja. Als hij via Steam heeft, dan kun je je naam gewoon aanpassen. En die is niet heel erg beperkt. Ik weet niet of die heel ongelimiteerd is waar je in verandert, maar er zit niet heel veel beperking aan. Kun je dan andermans naam nemen? Ja, als daar misschien inderdaad een verschil in zit, misschien wel. Ik weet niet of je exact dezelfde naam kunt nemen. Maar ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Ik vind het zwak dat Erik niet MBL heet of zo. Ja, doubt. Gewoon overal castles erop en niet afmaken. Ja, sowieso is Hera ook live in Twitch, dus die speelt zelf. Ja, ze hebben omgewisseld. Oké. Okay. Even kijken hoe het met de scouting zat. En we hebben 4. Ja jongens, wat kunnen we vertellen? Er wordt opgebouwd. De klotsende oksels zijn aanwezig, dat weet ik zeker. Langzaam beginnen ze erachter te komen welke map dit is. Tenzij ze zo ziek zijn dat ze alle maps uit hun hoofd weten. Ah, dat zou me niks verbazen met hun. Wat natuurlijk kan. Respect. We zien dat Voilight hier heeft een mooie, hoe noem je dat? Laat ik het maar een haventje, inloopje noemen. Ja. Wel grappig. En wat natuurlijk wel nice is voor Folight, zien we dat hij hier maar een klein stukje heeft om te, ja, om een muurtje neer te zetten. Of bij Freddy, die heeft toch aanzienlijk wat meer ruimte nodig om te bouwen. Maar we gaan het zien. Natuurlijk kan hier ook van boom naar boom een muurtje worden gebouwd. Nu toe de CK Boys een lichte voorsprong. 36 villages tegenover 34. Ja, loopt mooi op. Mooi gelijk op. Kijk. Captain Vegel gaat alvast een forward wall. Zou je het zo kunnen noemen? Bouwen. Die zegt ik wil terrein hebben. Ik ga op het kortste stukje ga ik mijn muur maken. Ja, vind ik nog niet eens een hele rare gedachte. En bijna alsof ze het hebben afgesproken met z'n tweeën. Wall up. Ja. Zijn hun scouts dan al aan de andere kant van het muurtje? Ja. En hier nog niet. Eens kijken waar hangt zijn scout uit dan? Ik denk dat zijn scout misschien al gekild is. Dat zou heel goed kunnen, dat heb ik dan gemist.
Hij is rechtstreeks natuurlijk Folight zijn kamp ingelopen. Dus... Maar dat zou dan... Ja, want waarschijnlijk als je van Captain Vechel kijkt, houdt het precies daar. Dat zou hier dan gebeurd moeten zijn. Ja, want het houdt precies daarop. Oh, zuur. Dan heeft hij te lang bij de Town Center net gemist. Ja. Oh, dat begint al goed, jongens. Ik wil geen dingen missen. Wil jij eens teruggaan? Volgens mij naar Folight's kamp staat... Freddy nou met één farmer een farm te doen. Ja, kijk daar. Er is één groene zit daartussen. Oh, hier. Dat is het. Kruisbestuiving, toch? Heet het zoiets. Ja. Man. En we zien dat Folight... Kijk, nog een. De volgende age gaat. Maar ik zie geen groen stipje op de man. Die helpt zeker met de houtkosten op deze manier. Precies. Want daarna kan een blauw het overnemen. Ja. Oh, wat slim. Denk ik, ik heb geen idee. Kijk, maar dan gaat er een stipje op zitten, niet? Ja. Vet. Ja, Folight quote-unquote helpt Freddy dan hier niet meteen mee. Oh. Zullen ze verwachten dat ze over het water gaan? Want Fred is zo aan het wollen tegenover het water. Nou ja, Freddy, onze Hera, a.k.a. Freddy, die is inderdaad een muur aan het bouwen aan een kant. Waar je niet meteen een aanval verwacht. Ook kijk, ik zeg al niet. Nee, hij wolt gewoon. Misschien kan hij een heleboel van zijn resources gaat weggeven aan Erik. Ik denk dat ze enorm Erik gaan boosten. Maar zouden ze niet weten dat ze zo'n map hebben? Ethan Brains plaatst hier een outpost om het in de gaten te houden. Dat is niet goed gescout misschien? Nee, dat is toch weten. Je bent via het water al komen, niet? Ja. Ja, daarom... Even vanuit de point of view van Ethan Brains kijken. En Erik als eerste de volgende age. Het is toch grappig dat hier die scouts dan, of tenminste de scout niet is geweest. Je zou verwachten van stuur ze de hele map maar rond. Tenzij zo'n scout ook is. Oh, die is waarschijnlijk hier ook dood gegaan, of niet? Panzers is aanwezig. Het belangrijkste is hun scouts afpakken. Nou ja, dat hebben ze goed gedaan. Ja. Want als we bij Erik kijken. Yes. Kijk, die gaat wel gewoon... die kan mooi de map rond. Nou ja, totdat hij op de volgende muur komt natuurlijk. Wat heb beeld in één keer. Ja. En het blijft inderdaad hangen. Kijken. Dat is gaaf. Het is altijd leuk als alles weer instort. Ik
Gaat ervoor. Ja, moet die houtlijn aanpakken. Ja. Dat denk ik ook. Ja hoor. Ja, die dat is nadeel. Daar staat gewoon echt een towncenter, dus dan kun je de directe mensen er weer in roepen. Slim. Ja, dat is wel slim hoor. Ja. Bij die andere ja, inderdaad. Oh, hier gaat een kerstel komen. Van Freddy zeker. Als ze zijn ze... Jongens, het... Ja, zo. Freddy. Mooi wow. Ik moet wel zeggen dat dit een hele andere match is dan de vorige keer toen ze tegen Captain Vegel en Niet de Brain speelden. Ja. De rode Town Center staat al op, of niet? Links. Rode? Ja, middenonder. Ja, oh, ja, van Captain Vegel, ja. Ja. Ze dus kan niet weer verder. Zit Fallout nou nog in het rode kamp met iets of niet? Nee. Maar je ziet niks. Ja, nee, in het rode kamp. Nee. Daar zit niks meer van. Oh, ik denk dat hij net is vermoord. Want net ging er af. Ik zie daar nu 6 van die pikemen wegrennen naar rechts. Ja, precies. Dat kan wezen dat hij het net heeft afgemaakt. Het is ook wel bijzonder dat Freddy nog geen schepen heeft. Ja, misschien bewust. Ja, ik denk als een resources naar Erik gegooid. Ja, heel ja, slim. Ja, daar kunnen we onder andere achter komen. Dit zijn de resources op het moment. Nee, Freddy toch echt wel wat meer. Ja. Had meer in ieder geval. Oh, die Nightfall. Ik ben, ja, niet die farm aanvallen, joh. Nee. Het is wel heel bijzonder dat bijna iedereen heel weinig goud heeft in tegenstelling tot de andere resources. Ja, ik denk... Dat staat er andersom. Omdat rood geen hout meer had en dat geel rood ja, geen hout moest geven. Ja, maar ik bedoel... Er staat veel groen boven geel. Ja. Ja. Mooie forward base gaat maken. Dus. Hier wordt mooi druk gezet. Oh, nee, Freddy die is nu bezig. Ja, maar dan moet wel pittig gaan. Rood valt met een schip aan. Aan de... Bij je... Moet ook gebeuren. Nee. Nou, dit is rood zijn... voedselvoorraad natuurlijk nu nog. Zijn economie. Hij heeft 24 villagers. Wat een verschil hè, met village count. Ja, dat is nu echt gigantisch. Wat is een village count die? Mm-hmm. Nee, ja. Even kijken, gebeurt hier nog wat? Het is momenteel even weer rustig. Ja. Ik zie hier... Volgens mij begint Freddy bovenin aan te vallen.
Oh ja, dan blinkt het een beetje. Ja. Oh. Ah, Ethan Brinch probeert hem te verjagen, denk ik. Die staat klaar om hem te verjagen. Heel veel pike, man. Ja. Ah. Zo'n mooie onnige shot zou mooi zijn. Ja. Ah, ja. Oh, die gaan wel echt heel veel pijn doen als die goed raken. Als die naar voren bewegen, die kunnen die artjes killen. Geel, Ethan Brains gaat naar Imperial. Ja. Oh, echt, als die... Als die, die Onagus, zeg maar, als die op die targets weten te raken. Die catapults. Ja. Precies. Wat zijn het? Het zijn Mongonels. Mongonels, dat bedoel ik. Lang geleden. Ja. Even blij. Ik weet het ook vaak niet, hoor. Is Captain Vegel zijn muur dicht? Want ik heb het gevoel dat Erik daaronder er niet doorkomt. Ja. Ja, die is nu dicht. Jammer. Ja, wel slim. Misschien. Ja, precies, heel slim. Ja. Je moet hij daar nog even een kasteeltje onderbouwen, maar daar heeft hij de resources niet voor. Nee. Ja, ik denk dat ze zich dat nu ook wel aan het realiseren zijn, dat, dat resources het probleem zijn nu. Wat gaat Freddy er... Freddy heeft zoiets van, jij gaat naar Imp, ik ga aanvallen. Mm-hmm. Kijk dan. Ja. Oh, mooi hoor. Ja. Ik hoop dat Freddy nog wat cavalry kan maken. En zo verdienen die Mangonel snel hun geld weer terug. Ja. Die barakken omlaag hadden gehaald. Nou ja, zolang Ethan Brains met een groep blijft aanvallen op die Mangonels, schiet het niet heel doet erg op. Dat doet hij mooi. Dat doet hij netjes. Nog elders wat gaande nu. Ja, ik wou zeggen, bij Erik... Ja. Nadeel van die Spanish is wel dat ze volgens mij geen Siege Engineers hebben. Daarmee hebben de Siege Wapen plus 1 range. Oké. Het voordeel is echter dat ze straks muren van die Bomber Towers kunnen maken. Ja, dat is zeker sterk. Unlimited torens. Oh, ja, daar ga je. Daar ga je met je... Teken. Probeer nog een beetje te micro. Dus laat maar. Ja, Freddy gaat nu ook naar Imperial. Zou wel moeten, denk ik. Kijk. Ik kan dit best wel eens verliezen zo. Snel de kasteel weer in. Staan weer onder in punten. Slim dat hij er weer in het kasteel doet. Ja. Heeft Freddy ook een library gemaakt om zijn kasteel sterk te maken? Of een university? Ik zou eens even kijken. Nee, hoor. Ja, daar, naast de mail. Ja. Ik wil zeggen, dan moet ik kunnen zien ook ergens bij de icoontjes, maar... Ja, soms, je zou het hier aan kunnen zien, aan de ballistic. Wil je eens op zijn kasteel klikken? Murderhold. Even kijken naar de... Ja, die heeft wel improvements. 15 units. En Murderhold. 15 units wachtend op het juiste moment om eruit te komen. Ja. Ondertussen heeft Folight het wel heel rustig. En een kasteel gebouwd. Ik wou net zeggen, hier is activiteit. Ja. Ja, maar in feite heeft Folight het wel vrij rustig. Die kan rustig boomen nu, terwijl Captain Vegel eigenlijk zo'n beetje van de kaart geveegd is. Ja. Wel rustig kan boomen. Ja, maar Ethan Brain staat er wel heel sterk voor nu. Dus ik denk wel dat, dat het nog wel gelijk op gaat, hoor. Mm-hmm. Wat was van Erik omhoog? Zijn dat trade cards? Of, Ja, het zijn de knights. Die probeert hij bovenlangs nu te sturen. Maar die werden aangevallen door de schepen. Dus die zijn al wel ontdekt. Dus ik denk dat Ethan Brains vrij, als hij het in de gaten heeft, die doorheeft dat er nu ook knights aan gaan komen. Nou, je krijgt alleen geen melding als je iemand aanvalt. Alleen als je aangevallen wordt. Oh ja. Dat is een goeie, maar volgens mij vocht het net terug, dus... Ja, kijk, daar staat Ethan Brains tegen die padel. Ja. Pijnlijk.
Oh, de Knights even goed gebruiken om de... Onder de Town Center te... Ja. Ja, extra schade. Zijn ik zou richting, inderdaad richting het kasteel gaan. Heel slim. Netjes hoor. Maar dan let hij ook niet op met hoe die... Of wel, jawel. Ja, dat kan ik wel. Ik wou zeggen, heeft Ethan Brains gewoon de achtervolging ingezet en is hij met andere dingen bezig? Ik heb een vermoeden van wel. En let hij niet op? Ja. Hoe gaat het bij Blauw Onder, bij Folard die Ethan Brains of Caps Vegel aanvalt? Standaard, ja. Want die blijft gewoon een beetje... Ja. En ze blijven natuurlijk ook wel voedsel krijgen door de visserscheepjes. Ja. Ja, ik denk dat dat wel een mooie redding is voor Captain Vegel. Ja. En toch vind ik het bijzonder dat de Spanish, dat die nog niks met schepen hebben. Want als de Sicker Boys ook maar iets met schepen gaan doen, dan kunnen ze mooi aanvallen langs de kust, zeg maar. Ik zie niet eens iemand die Spanish heeft. Nee, dat zijn wij ook al, ja. Inquisition. Oh, de. Dat is het team. Ja, het is het team, maar... Oeh, dat zijn even pijnlijke met die Cannon Galleons. Ja. Wil afmaken. Ja. Nou, en nu zie je dus wat de kracht van het water is op het moment, hè? Ja. Nou ja, dat bedoelde ik dus, omdat ze niks... Ze hebben niks qua defense op het water. Ja. Ja, dan ga je met je schepen aanvallen vanaf het water. Deldus. Oh, dat is jammer. Heel pijnlijk. Verder helemaal niks. Nee, alleen Captain Vegel en Ethan Brains op het water. Wat als ze nu doorstoten? Er zijn wel meer aangevallen. Ik zie nu meerdere dingen oplichten bij rood. Ja, hij gaat proberen door de muur heen te breken, maar rood reageert al. Oh, ja, hij is echt verdedigend. Ja. Hij zal iets moeten, hè? Hij moet even weer een beetje opbouwen. Ja, slim. Heel netjes hoor. Toch, ik wou zeggen, toch hebben Freddy en Erik het grootste leger, maar ik zie 40. Nee. Wat heeft Ethan Brains daar? Arches? Crossbowmen? Het is 81 van 71. Ethan Brains heeft nu ook een kasteel neergezet. Ja. Ja, 70 tegen 87 inderdaad. Ja, dit gaat pijnlijk worden met die vloot. Ja. Dus dit gaat ook omlaag. Oh, je kan er niks tegen doen op dit moment. Al die kastelen langs de kust worden allemaal destroyed. Ja, maar waarom komen deze nou binnen bereik? Die hebben meestal toch het bereik om een kasteel te raken buiten zijn bereik. Klik van. Ja, toch de upgrades. Ja, wellicht inderdaad dat het dat hij mist. Maar dat is een mooie reach inderdaad. Of ja. Range moet ik zeggen, ja. Nou, dat zijn ook die pistoolmannetjes die daar staan volgens mij. Die hebben ook een paar bootjes neergeknald. Ja. Wil je iets zien naar boven scrollen? Ja. Ik wou net zeggen, ik hoor flink wat tekeer gaan, maar... Freddy is nog even een kasteel aan het maken daar. Zo'n mooi zijn. Ja, mooi. Oh, die gaat er wel... Die komt er wel, denk ik. Ja, die komt er wel. Hij ziet het niet eens, denk ik. Die doet alleen niet echt heel veel. Ja, hij staat hem tegen zijn huis aan. Ik denk dat hij dat wel ziet. Ja, als hij af is en aanvalt. Nu. Ik denk dat hij wel wat gaat doen, want hij gaat nu een bovenin een doorgang beuken, als het ware. Ja. Dus het kost de Ethan Brains zijn population. Maar cap. Ja, dus even kijken wat hier gebeurt. Het is nu puur het kasteel wat aanvalt. Oh, daar komt de trap aan. Voor dat kasteel. Ja. Het is toch jammer voor Freddy hier dat hij heeft een goede defense staan. Maar ja, gaat hij nou ook die trap aanvallen dan? Heeft zijn eigen trap of niet? Ja. Hoe gaat het momenteel in Captain Vegel's kamp?
Booming. Trap. Booming, ja. Ook een trap, inderdaad. Ik ga even wat drinken in schenken. Erik zorgt hier voor de ondersteuning. Valt de traps aan. Met zijn cavalry. Met zijn knights, moet ik zeggen. Volgens mij ook nog net op tijd. Oh, dat gaat wel lukken. Nou. Ja. Dat was een mooie actie. Freddy is aan het repairen voor zijn kasteel. Precies. Kijk, en die knights kunnen mooi doorstoten. Mooi een beetje freaking havoc. Niet de farms aanvallen. Pas op voor die town center die er staat. Spikes. Hier begint ook wat meer activiteit te komen. Ja, we zien dat Vechel een mooi legertje aan het opbouwen is. Ja. Erik valt er toch eerst niet aan. Alhoewel, nog niet heel spannend wat daar gebeurt. Nee, precies. Nee, die zal wel zijn volle concentratie hier nodig hebben. Dus, Kijk, ze met, ik wil nog net niet zeggen met gemak stampt Ethan Brains die units uit de grond. Nou, inderdaad. Pas op voor die mangonels. Ja. Ah, ik moet echt kudos geven. Ethan Brains weet heel mooi weerstand te houden. Ja, echt. Ja, daar ging het kasteel. Ja. Zal die nou een nieuwe gaan bouwen? Of, Ja, dat is een goeie. Even kijken. Stone van... Brains. Ethan Brains is hier 50, dus die kan niks bouwen. Het kan momenteel geen... Hij is ook volledig op goud aan het inzetten, hè? Tenminste, ik zie daar een shitload aan villages staan hakken. Ja, precies. 16 stuks op voedsel 31. Ja, we zitten op dat ene stukje nog, hè? Want hij heeft 16 man op goud, nu nog 13. Ja. Als dat goud straks op is, heeft hij niks meer. Dan moet je kijken hoeveel er niks... Kijk eens hoe Ethan Brains verdedigt, jongens. Knap, hè? Ja. En weer een trap gemaakt. Freddy is nog steeds aan het repairen. Ik vind het echt heel knap. Ja. De ene trap zit de andere trap aan te vallen. Freddy valt niet door Ethan Brains aan. Ja, het is keuzes maken. Freddy kan het kasteel wel repareren. Kijk, en Freddy heeft zoiets van, ik ben klaar met deze stilstand, met deze impasse. Ik ga gewoon die huizen aanvallen. Ja. En Ethan Brains heeft zoiets van, echt niet. Daar kan ik ook nog wel komen met mijn crossbows. Ja, het is natuurlijk twee mooie effecten. Hij heeft een doorgang hierboven, plus population gaat een beetje omlaag. Maar er zit ook wel een range op die crossbows. Zijn armenlesters, toch? Oh, wacht even. Wat is hier gaande? Zo weggejaagd. Ja. Kijk, ik ben het kasteel weggejaagd of zo. Ja. Sterk. Oh. Oké, ik dacht heel eventjes dat er eentje van Captain Vegel was. Nou, Erik heeft geen defense daar, of wel? Geen units. Nee. Nee, die heeft dit niet zien aankomen. Dus waarschijnlijk gaat iets zich terugtrekken. Of er wordt nog als een malle gebouwd. Even kijken. Ja, dat wordt als een malle gebouwd. Dat kasteel moet de lucht in. Kijk, dat lost dat probleem wel op. Netjes hoor. Oh. Maar er gaat wat gedaan worden tegen het kasteel. En dat zijn elite cannon galleons. Dus die zullen wel buiten range blijven. Ja, zo'n skirmisher die erop vuurt, dat zal ook niet veel zijn. Nee, vooral niet nou er een derde galleon aankomt. Ik moet zeggen, maar er komt wel wat bij, dus... Ja, precies. Alle beetjes helpen. Ja. Probeert mooi... Gaat nou de units aanvallen, of niet? Nee. Nee, hij gaat hier wel echt voor de gebouwen. Kijk wat hier nu gebeurt. Hier is natuurlijk volop actie de hele tijd aan de gang. Ja. Maar toch, als je erover nadenkt, hè, het zijn twee legers nodig tegen één leger van Ethan Brains daar.
Ja, precies. Eden Brains doet het heel erg goed daar. Ja. En eindelijk maakt Freddy de docks om ook het water op te gaan. Drinken. Ja. Ja. Moet je dat, dan moet je dat, die food count van Erik is zien. Dat komt door die Khmer. Die hebben geen drop-off points nodig van de farms. Geen. Ja. Oh, oké. Okay. Dat is echt ziek, joh. Zo, dat gaat echt wel hard. Ja, is leuk. Poef. Je kan gewoon puur traden op voedsel. Oh, hier komt een flag van Eaten Brains. Dat daar waarschijnlijk een kasteel staat. Of oh ja, zo van Galley's kom. Ja, precies. Oh, maar het is alsof Freddy daarop inspeelt door demolition ships te maken. Erik zijn kasteel is weg, ja. Trouwens. Ja, inderdaad. Ja, hoeveel treks staan er, joh? Dit waren er 4. Zijn er 4. Nou ja, als je kijkt, je ziet dat Captain Vechel dus helemaal is doorgestoten. Hè? Dat hele stuk van Erik is nou weg hier. Die map control. Ja, inderdaad. Tussen de groene en de blauwe in, hè? Voor het water misschien nog, maar... Ja. Klopt, maar... Ja, nee, dat was niet zo. Captain Vechel die de hele tijd hier stond. Dat was eerst Eden Brains. Zoals de map er nou voor staat, zou je bijna kunnen zeggen dat het 50-50 is. Volgens mij ook nog echt. Ja, dat vind ik er ook wel op lijken. Al moet ik wel zeggen dat hier dat van Eaten Brains veel denser lijkt. Ja. En dat van Folight en Freddy wat gespreider is. Ja, die rems die hebben geen schijn van kans daar. Nee. Erik parkeert een mooi stukje out of sight, out of mind. Mm-hmm. Kijk eens. Nou lijkt de doorbraak weer een beetje voor Freddy en Erik. Ja, ik denk dat dit ook wel een behoorlijk bepalende stuk is. Als Freddy hier goed door weet te komen dat hij... Hij kan die trap mooi beschermen daar, hè? Moet je eens kijken, joh. Ja, precies. Zolang die trap niet aangevallen wordt. Ja. Terwijl je dat zegt, komen die arbalesters. Ja. Kijk, de towncenter is zo weg. Ja, dit gaat prachtig. Hey, Mike, wat gebeurt er onderin dan bij Follots? Deze... Ja, ze zijn erdoor. Ze zijn even een klein stukje door de muur. Erik zit nou in de problemen. Ja. Ik denk niet dat hij snel genoeg... Neemt even... Ja. Hij bouwt volgens mij hier pas ergens units of zo, want ik... Nou ja, Erik kan ook denken van, ik beschouw dit als verloren, dat stuk, en ik ga gewoon alvast wat achterin het kamp units bouwen. Ja, want hij heeft hier ook het in, nou, dit is zijn, dat zijn je units. Oh, er gebeurt nu op heel veel plekken wat. Ja. Hier ligt wat op. Daar ligt wat op. Freddy's kasteel wordt aangevallen vanaf het water weer. Ja. Ja, als je geen defense op het water bouwt, dan gebeurt hetzelfde trucje. Ja, precies. Oef. Maar dan hadden ze... Ja, en als... Temptation zijn hier in kamp. Oeh, ja. Ja. Freddy heeft 4 TC's. En Erik nog maar eentje. Ja. Dus als ik Erik was, zou ik bij Freddy nog even een TC gaan bouwen. Het duurt nog wel even voordat Vechel helemaal is opgerukt in zijn kamp. Ja, precies. Ja, maar dan moet je maar op neutraal gebied of friendly gebied even een TC bouwen. Ja. Dit is een village worker. Nee, dat is military. Dat is village. Hier is Harry voor Eaten Brains zegt dat hij wel bijna aan het einde is. Ja. Ja.
De overmacht richting Ethan Brains ziet er wel iets krachtiger uit dan de overmacht richting Folight. Dus... Nou ja, als je het tegen gas geeft, niet. Tegen ziet wat het tegen is. Nou, nu komt het. Het neemt je nu aardig toe, ja. Ethan Brains gaat echt wel een beetje het hoekje in kruipen nu. Freddy heeft natuurlijk zoiets van, ja, ik kan je ook niet helpen daar, want het duurt... En Erik gaat zijn troep ook niet terugsturen, omdat ze hier zo lekker bezig zijn. Ja, precies. Het is keuzes maken van, laat ik dit... Ja. Laat ik het kamp overgenomen worden hier, of trek ik terug? Ja. Ja, nou ja. Moeilijke keuze, hoor. Ja, gezien het feit hoe lekker dit nu gaat, dat ze door dat punt heen zijn gekomen. Ja. Snap ik op zich de keuze wel. En die schepen van Veghel doen ook lekker zijn werk, hoor. Oh. Tenminste, dat was een goede... Captain Veghel geeft aan dat hier waarschijnlijk een redding staat. En heeft Ethan... Oh, Captain Veghel zelf, die heeft natuurlijk voordeel voor relics. Byzantines had dat toch? Was dat extra percentage of extra fighting spirit naarmate voor relics je had? Volgens mij wel. De Lithuanians hebben dat wel. Ja, Lithuanians. Nee. Maar dat zijn voor knights. Ik weet niet dat de Byzantines hebben. Nee, maar ik vergis me inderdaad met Lithuanians. Lithuanians. Oh, okay. Ja. Nou ja, ik geloof dat we wel kunnen stellen dat Ethan Brains langzaam opgegeten wordt. Ik zie trouwens dat Captain Battle heeft eigenlijk nog als enige echt heel veel goud. Dacht ik net. Ja, klopt. Ik zal hem even terugzetten. Ja, en dat kamp van Erik is ervoor ook helemaal weg, joh. Ja. Ik krijg wel netjes, hoor. Oh! De cavalry. Freddy komt toch even eventjes er wat aan doen. Even verhaal houden. Ja. Nou, daar gingen de traps. Ik heb de Veghel was hier ook niet echt aan het opletten. Die is hier denk ik nu meer aan het opletten van. Ze zijn aan het doorlopen. Ja. Oh, en kijk eens hoeveel TC's Freddy heeft. Die heeft 5 TC's. Ja, het is niet normaal. Ik moet ook toegeven, ondanks dat hier het kasteel van Freddy net kapot is gegaan, voor de rest is Freddy in zijn kamp nog niet lastiggevallen. Freddy is meer verbaasd. Ja. Wat mij wel verbaast is dat Veghel niet met zijn schepen wat meer gebouwen probeert aan te vallen, want ze staan er nou voor Jan Doedel. Misschien als een soort verdediging of iets. Ja, dit maar zijn fishing ships. Ze zijn het fishing ships? Zijn het geen... Nee. Fireships, die hebben bijna geen range. Oh nee, dan heb ik niks gezegd. Deze staan wel wat aan te vallen. Ja, die kunnen de farms van Freddy aanvallen. Ja, nou... Die kun je makkelijk raken. Ja, precies. Maar heb je gehoord? Ja, ik heb een directe telefoonlijn. Zie dat? Ja. Hey, Blauw zit nu helemaal onder in het kamp ook, hè, van Geel. Ja, ja, precies. Die hebben een missie. Die vallen alle belangrijke gebouwen en... plekken aan. Nou, hebben mensen nu al voorspellingen wie gaat winnen? Nee. Het kan nog alle kanten op. Ja, het echt. Kan alle kanten op, maar... Ja. Die Captain Veghel en Ethan Brains zijn ook zo goed hoe ze er steeds mee omgaan met wisselingen en zo. Nee, inderdaad. Ethan Brains heeft nog 11 villages over. Dit is gespeeld, zeg ik. Ik durf wel eens eerst te zeggen dat Freddy en Folight het gaan winnen. Ik denk het zelf ook, hoor. Maar, het zou best wel epic zijn dat de finalisten van vorig jaar nu in het team zitten en de teamfinales winnen en dan morgen alsnog ook weer tegen elkaar moeten. Het is een beetje mindblowing. Ja, inderdaad. Ja, het is natuurlijk wel echt heel anders. Een teamspel en 1v1. Ja. Je kunt zoveel mooie voordelen pakken van met z'n tweeën spelen. Zou je ook een castle kunnen bouwen op die plek op het water, waar nu een relic staat? Is dat groot genoeg? Nee. Nou... Zolang als die relic er staat, is het sowieso niet groot genoeg. Kom, maar ik heb niet op de tijd bouwen. Ik zou er een missie van maken. Een waterkasteel. Ja, ik zit te twijfelen. Wat Doran Deel al zei, van, volgens mij kan het niet hierop. Maar als het wel kan...
Ik ben bang dat we de villages nergens kunnen staan om het te bouwen. Oh ja, dat heb je ook nog natuurlijk. Kijk, de camels. Ramon, is, want Ethan Brains heeft nog 4 military. Zijn dat zijn schepen? Denk het haast wel. Oh ja. Maar dit zijn vissers, dat valt daar niet onder. Dus hij heeft alleen maar 4 schepen. Hij heeft nog 4 schepen, yes. Villagers. Kijk daar, ja. Ja, dat zijn ze. En nu 9 villagers. En die gaan nou even wraken. Oh. Dat wordt hier door Ethan Brains wordt niet geflagd. Ja. Help me! Hij flagt hier. Ja, wie? Ja. Brains. Help me! Ja, dan komt een mooie bak met kamelen. Ja. Maar die aanval van Vechel bij Erik is wel afgeslagen door Freddy zijn hulp, hè? Ja. Daar kan weer mooi even opgebouwd worden. Maar je ziet wel de damage die gedaan is. Maar... Precies, maar ik ben zeker voluit niet, een mooi beetje teruggetrokken. Ja. Voluit bouwt nou zijn tweede TC. Mag ook wel, na 1 uur en 1 kwartier. Ja. Dat is toch geweldig, jongens, zo. Brains probeert ook wel weer een beetje zijn villetjes terug te krijgen. Ja, hij doet hij netjes, hoor. Dit is een mooie pot, hoor, dit. Zo, ja, super. Veel die SARS nu, helemaal trash units. Ja, kijk, Freddy probeert hier nu ook een beetje door te pakken. Ja, heel slim. Die is nu mooi de economie van Captain Vecchio een beetje last vallen. Oeh. Oh, weer geflagd. Ja, Vechel had dat niet verwacht natuurlijk. Hey. Dat daar in 1 keer wat wegkwam. Ja, precies. Ja, ah, slim dat... De villages tegen 195, hè. Ze zijn 2,5 keer zo groot nu. Ja, precies. Hoe lang zal het duren voordat de villages als units worden ingezet? Of als military worden ingezet? Ja. Maar ik vond het daar wel knap dat Ethan Brains door had dat Captain Vechel hier aangevallen werd door Polite. Want hij flagt daarvoor. Oh, dat is ook netjes. Ja, maar ja. Doen. Ja, ik ben op te letten. Ja, hij heeft niet zoveel, hè? Rood nu naar boven, hè? Helemaal. Oh, ja. Je komt kijk te ik denk, ik ga nog even reden. Ja. Ook wel slim, hoor. Ja, dat kan precies. Ja, Freddy heeft er niks qua pikeman of... Nee, precies. Heel slim. Als hij even naar die woodline door kan zetten. En niet de gebouwen aanvallen. Of die mannen. Ja, daar zijn ze heel slecht tegen. Ja, precies. Gebeurt hier. Wat zijn de schepen? Overal gebeurt wat je. Ja, dit is niet bijhouden waar wat aan de hand is. Je probeert er geen goud meer. Oh, hier wordt wat geflagd. Nou ja, geen velletjes op goud. Nee. Zijn er nog gold mines dan? Ja, Freddy heeft er nog 5 op goud. Ja, ik denk dat dan... Oh, bij alle villages uit het town center kunnen er niet meer in. Ai. En die moeten nou sowieso langs... villages pakken. Ja, die rennen langs Erik zijn leger. Die daar staan. Dus dat komt niet goed. Als die onderlangs kan die nog misschien. Ja, maar dat is hij waarschijnlijk niet. Ja. Oh! Die kwam ze volgens mij op auto. Oh! Ja. Hij heeft het door. Nou, rood zit helemaal... Neem het aan. Je hebt gezien hoe ver hij naar terug. Ja, ook nu. Ja. Neem het aan van een expert. Je villetjes altijd langs de rand laten lopen. Nou ja, wat me ook opvalt. Hij gooit ze nu door die gate heen. Maar tijdens dat hij een gate opent, dan kunnen de blauwe er ook door. Zijn ze al dood, joh. Ja. Nee, maar ja, hij moet ze juist er doorheen laten, zodat hij zelf ook mee kan. Precies zoals dit. Ja. Het enige wat door die gate heen komt, is bloed. Oh ja, no! Ja, ik snap hem. Ik snap wat je bedoelt, ja. Ze zijn alleen maar bezig met die gate aanvallen. Ze worden hier nu gewoon afgeslacht. Dat is heel belangrijk. Ja. 3 villages voor Ethan Brains nog, hè? Ja, ik denk dat er gewoon zoveel aan de hand is dat zij... Ja, hier ook. Je kunt niet overal meer kijken. Nee. Ik vermoed trouwens dat het fishing ships zijn, of heb ik dat mis?
Die vier. Die, ja, drie vestingen. Die kunnen niet eens bouwen. Nee. Oh, je hebt gelijk. Ja, valt ook onder villagers inderdaad. Oh, dan is het... Is het 2 tegen 1? Heeft hij niet. Ethan Brains heeft niks meer om te bouwen. Dus Ethan Brains is uitgeschakeld. Ja. En nog twee docks. Twee docks aan Market. Precies. Oké. Meestal over de hij kan nog resources gooien. Ja. Die nog heeft. Hij kan nog Captain Vegel even gelukkig maken met heel veel resources. Niet lang meer trouwens. Nee. Max wordt aangevallen. Als hij geen Market meer heeft. Oh, Ethan Brains geeft nog weer even een seintje. Nou, dat is natuurlijk ook een mooi voordeel dat Ethan Brains die kan nu overal opletten en Captain Vegel wijzen van ga daarheen. Een dure Vegel. Je hebt al niet zoveel goud meer en die kamels die worden afgeslacht. Volgens mij, Ethan Brains geen meer. Nee, maar hij maakt wel van die galleons. Ja, dat is het enige wat hij nog kan waarschijnlijk. Ik denk het ook. Nu kan die heeft hij helemaal geen goud meer. Alleen maar physics ships bouwen. Ja. Maar ja, kan Captain Vegel nog wel dingen sturen naar Ethan Brains? Of? Volgens mij kan hij wel ontvangen, maar Ethan Brains kan niks meer sturen. Nee, maar ja, dan kan je nog wat krijgen en dan met je docs bezig gaan. Wordt signed, geflagged. Oh, ja, ik heb te veel. Natuurlijk, Freddy. Hij heeft beste tot het laatste inderdaad. Ja, hoppa, kijk, Kellen Galleon. Hij zit helemaal twitchend, jong, achter zijn bureau. Wat, heb jij livestream op Freddy? Ja. Dit gaat heel mooi allemaal. Ik moet wel zeggen dat Captain Vegel zich in het begin heel netjes herpakt heeft. Zeker, absoluut. Ja, er is geen gewonnen strijd geweest in het begin van beide partijen. Ze bleven keurig... Dat gaat een mooie timeline worden straks. Zo, echt wel. Even kijken. Het kasteel wordt aangevallen van Erik. Ja, Ethan... Brains met die aan. Met die camels? Waar wordt die? Oh nee, met die. Wat een range, joh. En hier wordt nog steeds niet op gereageerd. Nou, het zijn er ook. Ja, dat is gewoon cocky van Freddy. Ja. Cocky van Freddy. Nou. Ja, ik denk dat ze er gewoon zoiets hebben van. We laten ons niet afleiden. Wij gaan hier gewoon lekker verder. Dat is wel slim om inderdaad te wachten totdat de hopen diers down zijn voordat je huscars erop afstuurt. Oh, er zit een wat hier. Zat. Zat. Zat, ja. Het is een watervloot weg. Ik ben wel benieuwd wat dat heeft weggevaagd. Kijk wat hij weer heeft. Ja, dat is het enige wat Ethan Brains kan doen, hè. Hij heeft zijn docks alleen. Hij heeft nog drie villages, toch? Wel cool. Hey, dat zijn visserboten. Kijk, dat zijn deze drie. Ja, ouch. Ja. Dus, je kunt hier ook zien dat ze idle staan, alle drie. Dus, hele luie vissersboten. Ja, dat heeft Captain Vegel ook niet. Oh, een stipje bij je blauwe en groense kasteel. Sorry, heren, of Fred zijn kasteel. Links. Op boven in het noorden. Daar. Oh, het is een trade. Ja, dat is natuurlijk de enige manier om nog een beetje aan goud te komen waarschijnlijk. Ja. Volgens mij een hele risky move te doen door te traden bij de vijand.
Kon dat? Hoe houdt Vegel nog stand, joh? Dat is echt knap, hoor. Ja, kijk dan wat eraan komt. Kijk eens wat hij heeft. Maar het zijn allemaal tests daar, of niet? Al die scouts. Of wat is dat? Kai Cavalry, Light Cavalry? Nou, weet je hoe belangrijk die hekjes zijn, die gates? Ja. Niet meer, toch? En het kamelen? Nee. Dat zijn de scars. Nu komt er een overmacht aan. Je wordt weer geflagd, zo van... en de gele scheepjes komen eraan, hoor. Ja, maar ik vind het wel grappig dat Captain Vegel het flagt. Oh, wacht. Oh, zo, ja. Zodat de schepen komen, ja. Ja, netjes. Wauw. Daarin kun je echt merken dat dat Captain Vegel en Ethan Brains regelmatig met elkaar samenspelen. Echt heel regelmatig. Dat zit er zo ingebakken bij hun. Ik hoop wel dat hij die Cannon Galleons op de trap zet. Ja. Ja. Oeh, daar zit ook... Hij is er wel al door. Kijk. Beetje te laat. Oh, een nieuwe muur, netjes. Bonk. Oeh. Maar... Net op tijd. Nog een nieuwe muur. Kijk, dit is er mooi aan dat dit stukje bos hier nog staat. Ja. Ja. Daardoor moet hij hier aan de buitenkant langs. Tenzij dat hij natuurlijk nu slim is met een onkar of katapults hier dit stuk weg te halen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje uitstellen nu. Ja. Die sneaky met die trap daar in het hoekje dan. Ja. Ja. Precies. Ja, want ik bedoel... Maar hier zit hij ook met die... De map is nu voor 3/4 van Folight for Ace Team. Ja. Oh. Kijk. We gaan er doorheen. Oh, ze gaan er ook echt voor van... Er blijft ook niks van die muren over. Hier is geen houden meer aan. Nee, dit is uitzitten. Dit is dan. En er is nog meer onderweg, hè? Ja. Ja, precies. Weet je, anders ga je van de andere kant aanvallen. Ja, precies. Toch nog even weer. Even snel dichtmaken. Ja, dat is slim, hoor. Haalt hij hem? Ja. Ja, hij heeft hem gehaald. Ik vind het wel slim. Dat lukt wel aardig. Die Ram, dat is echt een nenne racecar op dat moment. Ja, die zijn helemaal mooi geüpgraded, joh. Ja, en die mensen er dan nog bij in, dat gaat zo snel. Dat is gewoon niet eens leuk meer. Rammen horen niet zo snel te zijn. Gebeurt hier nog verder iets? Nee, het is echt nu gewoon hier gaande. De Flintstones zit erin. Ja, precies. Ja. Kom op, jongens. Allemaal rennen. Ja. Ik zou niet weten hoe ze hier zich nog van moeten gaan redden. Nee. Ik wil wel even respect voor die... 16 minuut Castle Age time van Erik. Was het 16 minuten? Zoiets toch? Zoiets, ja. Nee, sneller toch? Nee, 15. Ah, oké. We gaan het zo zien. Ik zal zo meteen eventjes nog... als we zien wie heeft gewonnen, zal ik daarna nog even wisselen voor de statistieken. Yes. Dan kunnen we die nog even zien. Nou, er is best wel veel van dat leger plat gegaan kijk. En de good game. Ja. Super knap, hoor. Ze hebben heel mooi gedaan. Zeker. Ja.
Beide teams, zo. Ja, echt prachtig spel. Daar was er niks meer tegen te beginnen nu op tijd. Nee, precies. Ik ben nog even benieuwd naar de stads inderdaad. Ja, hier ga ik je die zo laten zien. Het was een entertaining pot inderdaad. Het ging heel erg gelijk op in het begin. Uh-huh. Precies. En waar het hem nou precies in heeft gezeten, dat Freddy door kon stouwen. Ja, inderdaad. Ik, ze komen eraan op, stads. Wat willen we hier zien van de statistics? Oh, klik maar aan en laat me een paar seconden erop staan. Ja. Kun je hem op YouTube altijd nog op pauze zetten. Precies. Military. Nou, wie had de grootste legers? En toch heeft Freddy het minste afgemaakt, hè? Ja, ook het minst verloren. Ja. Absoluut. Echt een Gandhi. Ah, Ethan Hij heeft niet het minste afgemaakt, nee. Ethan Brains heeft het minste afgemaakt. Ja. Toch best wel bijzonder, want als ik zou moeten kijken wie het meeste aan het vechten was, wat niet in brein staat. Ja. Met Freddy, maar oké. Okay. Hij heeft ook geen, ze hebben allebei geen goede kill-death ratio. Met units minder dan units lost. Ja, die van Freddy is wel beter, maar... Ja, en die van Folight ook. Ik heb het vecht al één, maar dat is nog steeds, zou niet een goede trade-off zijn. Nee. Als ik naar die naam kijk, volgens mij heeft Freddy niet eens gespeeld, joh. een compleet ander account. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Weet je wie het eigenlijk was? Willeke. ja. Hallo Willeke. Goeie pot. Dankjewel. Ja. Nou, toch, gefeliciteerd, jongen. Zeker tweede geworden. Netjes hoor. Mm. Ja. Ja, wat een spannende pot. Absoluut. Ja, heel goed geweerd. Echt waar. Maar die Nightgris in het begin. man. Maar, hey! Nee, ik heb het tegen me gebruikt. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd. Dank je. Super cool. Hey, jongens, ik zei al in een andere lobby, maar ik ga vroeg aftaaien, want ik ben vandaag 5 jaar samen met mijn vriendin. En dit kwam een beetje tussendoor en ik kon niet verplaatsen natuurlijk, maar ik ga weer vandoor. Ik zie jullie zaterdag voor de mensen die aanwezig zijn. Proost. Hoi. Oké. Hoi. Hier 15 minuten 25 insane, joh. Ja dit... heel snel. Ja. Mannen, wat hebben jullie het super cool gedaan. Ja. Waren jullie entertained? Ja, echt. Zeker. Dat was echt super cool. Are you not entertained? Nou ja, dan vraag ik me wel af waarom jullie dan niet 1 en 2 zijn in het originele spel. Ja, dan kan ik niet op Freddy leunen, hè? Ja, maar Ola, die wou ook niet het achterste van de tong laten zien, natuurlijk. Min en min maakt plus, hè? Ja. Nog steeds dik wantrouwen naar elkaar toe. Ja, maar lachen. Ja, precies, ja. Nee, het was een mooie pot hoor. Het was echt goed gespeeld. Ik weet het. Heel spannend op. Ja, nee, inderdaad. En de map was ook heel leuk, vond ik. Wat vond je van mijn naam? Mediterranean. Ja! Jij hebt niet eens gespeeld, joh, Freddy. Dat is waarom we gewonnen hebben. Ja, met de nummer 1 speler, hè? Die moeten ze dan erbij halen. En dan nog maar net winnen. Ja, dat is echt mooi gedaan hoor, bij de kanten. Ja, kijk maar eens hoe Vegel is teruggekomen, joh. Ja, ik ben uitgegroeid en ik had al 4 villagers. Ja, en die 4 villagers, die liepen op een gegeven moment langs een groep paden. Dat was echt kantje boord. Dat was leuk. Als we elkaar hadden gezien, dan was het niet zo lang meer geduurd, denk ik. Nee, dat was een stuk kortere pot, inderdaad. Ja, maar supergoed hoor, wauw. Het idee was ook om een van jullie in het begin direct uit te roeien. Gewoon echt weg. Mm. En ik was op een gegeven moment onwijs aan het zoeken naar zijn village, maar kon niks meer vinden. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik nu aan de Ethan Brains toe.
Ja. Ik wist dat je niet veel meer kon hebben. Maar op een gegeven moment zag ik je score nog wel weer bewegen. Toen denk ik, oeh, ik had misschien toch lang, op een gegeven moment weer meer druk moeten zetten. Maar ik wou ook wel wijze tof dat je weer teruggekomen. Ik stond wel te kijken. Ja, inderdaad. Ik stond te kijken toen mijn kamp binnenkwam. Wel als ik denk, oh, wacht even. Ja. Echt heel cool. Ja, alleen helaas kwam Freddy, of ik bedoel Hera, kwam to the rescue. Ja, die had ik wel nodig, ja. Echt. Ik vond het, jullie moeten je naam wel aanpassen naar Team Tempo, inderdaad, met je Castle Age Time. Ja. Tempo zat er goed in. Ja, mooi hè. Dit is echt een pure strategie die... ik heb Erik gekickstart, zeg maar. Ja. Dus dat was het plan. Ik ging hem kickstarten, zodat hij een soort deadball aan Knights kon krijgen. En dan zou ik... ik zou me dan opofferen. Het was ook een beetje het idee dat ik helemaal niet mee ging komen. Oh, maar ik ben blij uit de schot gebleven. En daardoor kon ik alsnog weer meedoen. Met jouw farms, hè? Ja. Het was echt leuk om te zien. Eens een groep poppetje die aan het farm seeden was. Die heeft hard gewerkt, hoor. Ja. Als jij ook gerust werd in het begin, Freddy, dan was het een heel andere game geworden. Ja. Ja, dan inderdaad. Dat was onze grootste angst. Een Man-at-Armor Rush. Oh ja. Ja. Maar daar hadden we ook plannen voor. We waren wel goed voorbereid. Kijk. Nou. Ah, dat viel ook wel te zien. Viel wel te zien, inderdaad. Ja, maar dat moet je ook wel. Ja. Bedoel... 15 minuten 25 castle time. Heel erg. Ja. Cool. Schrok je daar nog van, Laurens? Zeker, zeker. Van die supersnelle castle van Erik. Ja, ja, want wij waren dus ongeveer wel even in feudal. We gingen wel bijna naar castle, maar toen zat jij opeens al in castle en wij dachten van, wat? Wat gebeurt hier? En dan kort daarna die knights erop. Ja, en toen zag ik opeens, en ook niet 4 of 6 zeg maar, nee, gewoon 8 knights. Ja. En het werden er heel snel veel meer. Maar nu snap ik dus, dus je zat gewoon al vroeg te treden. En daardoor gewoon niet die stroom en nice blijven houden. Ja, geen treden. Ik had gewoon 2 op hout of 3 op hout. En de rest alleen maar op voet en goud. En ik had maar 3 gebouwen. Ik had mijn houses en dan had ik 2 stables en een blacksmith. En ik had er bijna volledig upgraded knights die kant op kwamen. Voor Castle Age dan. Daarom konden ze ook makkelijk die pikeman afmaken en zo. De spearman, pikeman. En als je op een gegeven moment die bol hebt, dan is een paar spears, die kun je niet snel genoeg produceren om er wat tegen te doen. Nee, ja, ik had uiteindelijk wel 3 brakken, maar inderdaad, ja, ik kreeg geen resource meer binnen. Dus dat was wel, die gingen, ja, maar ik weet het heel goed, de knights, zeg maar, ik ben er zelf ook fan van, dus. You dare use my own tactics against me? Ja, ja. Ja, ik had ik ga er vandoor. Ik nogmaals gefeliciteerd. Het was allemaal goed gespeeld door iedereen. We hebben ons echt vermaakt met z'n allen. Het was echt hoog niveau voor ons, wat ons betreft. Ja, zeker. Ja. Had je het, kun jij het uploaden naar YouTube, Paul? Ik heb je zo er even over. Dat is goed. Oké. Bedankt allemaal. Ik kan me aan het doen. Doei.